Hey kijkers van mijn aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Hamita Survival Wij zijn weer terug in uh, deze wereld. Oh mijn god. En uh, ja, het is een tijdje terug dat ik hier op ben geweest. Echt volgens mij voor mijn gevoel echt een hele dikke tijd terug. Want ik heb een week een pauze gehad op YouTube. Ik uh, uh, had vakantie en zo. En ik heb al uh, oh, daarnaast ook gewoon hele andere video's zitten maken. Dus, het is, het, is, het is een tijdje terug. Maar we zijn gewoon weer terug. Want de serie is natuurlijk gewoon niet afgelopen. Ik heb nog super veel zin om dingetjes, dingetjes lekker te gaan bouwen. En ondertussen gewoon wat dingetjes te lullen. Want uh, er zijn natuurlijk weer wat dingetjes gebeurd. Nou, uh, ik zal even vertellen: ik heb twee weken vakantie gehad. Ah, die heb ik achter de rug. Heerlijk. Ik heb ervan genoten. Want uh, ik ben uh, lekker weg geweest. En weet ik het allemaal wat. Ik ben namelijk uh, het eerste weekend, of nee. Uh, het weekend tussen de twee weken ben ik naar een geweest voor een weekendje. Uh, en uh, het leukste, een van de leukste dingen dat was dat ik weer naar Castricum ben geweest. Want vorige keer was ik naar Castricum begin april uh, voor de 24 uur stream van Project Minecraftia. En uh, daar, daar heb ik iedereen lekker ontmoet, hebben lekker kunnen chillen en heb ik ook wel mogen streamen en weet ik dan wat. Daar heb ik al over verteld eerder. Uh, maar ik was dit weekend, of uh, nee, um, <laughs> vorige week, laat ik het zo bewoorden. Was ik ook weer in Kastrikum. En dit keer voor de PR 24 uur stream. Dus niet de PM, maar de PR 24 uur stream. Dat was dus voor Pixels Realm, oftewel Erwin. Want Erwin die dacht, hey ik ga lekker een 24 uur stream doen. En uh, ja, ik, ik, ik invite gewoon Duncan. Dus ik was daar uh, vanaf het begin ongeveer. En ik ben daar, uh, zeg maar, uh, iets van 9 uur gebleven of zo. Iets minder ben ik daar gebleven. En uh, daarna was ik weer met de trein naar huis. Maar ik heb wel wat leuke dingetjes daarover uh, te vertellen. Want uh, <laughs> ik zat dus in de trein. En uh, welke dag was het nou? Volgens mij, ik weet niet meer precies welke dag het was. Ik ben het helemaal kwijt. Ik heb namelijk echt. Als het vakantie is, ik weet echt niet welke dag het is. Uh, nu weet ik het natuurlijk wel. Maar <laughs> als het vakantie is, dan, dan is dat echt heel erg. Dan weet ik echt niks bijna. Uh, maar ja, in ieder geval, ik zat in de trein. Alles ging perfect. Het overstappen ging allemaal perfect. Uh, ik ben trouwens best wel nieuw tot treinreizen. Dus voor mij is overstappen nog best wel een ding, zeg maar. Uh, <laughs> het is nog altijd wel even spannend. Uh, wat je nou precies uh, moet doen en waar je nou precies heen moet lopen. Um, maar ja, het, in ieder geval, het ging hartstikke goed. Ik zat uiteindelijk in de trein rechtstreeks naar Castricum. Uh, en ik had een probleem. En het probleem was. Ik kwam aan op station Castricum. Ik zag. De weg naar Erwin's huis. Ze, nou, niet zozeer de, direct naar zijn huis. Maar je, je snapt wel gewoon, zeg maar, de, dat je het station af kon lopen. Want dat is alles wat je zag. Uh, <laughs> maar dat zag je allemaal. En dat was er van: oh mijn god, uh, ik, ik, ga, ik ben er dadelijk. Maar toen kwam de plot twist Want niemand moest erin, niemand moest eruit. Uh, behalve ik. Ieder, ik. Ik was de enige die bij Kastenkamp eruit mocht. Ik had daarnaast daar ook een hele lege trein. Maar het nade was, het nare was dat. Nu komt het. Mijn treindeur ging niet open. <laughs> Letterlijk, je zou het niet geloven. Ik druk op dat fucking knopje, En er gebeurt helemaal niks. Ik hoor wel. Oh nee, hij ging niet open. Dus dat was echt heel naar. Echt heel naar. Uh, dus ja, dat was, uh, dat was een beetje stom uh, dat, dat, uh, dat dat niet uh, gebeurde hè, en zo. Dus ik was echt flink aan het balen. Dus ik had uiteindelijk even een mevrouw erbij geroepen. Van mevrouw wilt u even mij helpen? Mijn treindeur gaat niet open. Ik was ook verder uh, bij een andere treindeur had ik het nog geprobeerd. Maar dat was ook niet gelukt. En uh, ja, de deur ging niet open. En uiteindelijk komt die mevrouw, die komt me helpen. En de trein rijdt verder. <laughs> het is letterlijk gebeurd. Dus toen uh, was ik bij het volgende station aangekomen. En ik was helemaal aan het flippen, want shit, ik heb mijn trein, of ik heb mijn, mijn uitstap gemist en weet ik het allemaal wat. Dus ik heb heel snel op mijn telefoon zitten kijken op 9292. Uh, van oké, okay, wanneer vertrekt de volgende trein vanaf het volgende station naar Kastken? Nou, in ieder geval, um, <laughs> bij het volgende station ging de treindeuren trouwens weer niet open. Alleen ik zag iemand langs de trein lopen die er um, bij een andere deur in wilde, zeg maar. Dus ik volg die persoon door de trein heen, zeg maar. Um, echt gewoon keihard rennen. Ik heb gesprint door die trein heen. Uh, uiteindelijk moest die persoon erin. En vlak voordat die deuren weer opnieuw dicht gingen, sprong ik er nog uit. En was ik bij het, uh, bij het, st het volgende station, zeg maar. Het was volgens mij Halo of zo. Ik weet niet wa waar de klemtoon moet. Sam moest erom lachen toen ik het helemaal verkeerd zei. Dus ik ben nu heel erg bang dat ik het verkeerd zeg. Maar Halo uh, of Halo was het. I don't know. In ieder geval. <laughs> Ik was daar dus op het station Hilo, of Hilo, hoe je het wel kunt noemen, het maakt mij echt geen flikker uit. En, um, het was dus zo, uh, ik uh, moest 10 minuten, oh hey een zombie, oh my god, hey, what up zombie, what up bro. Right, uh, dus ik moest 10 minuten wachten bij uh, het station en daarna kwam er een, nog een trein, een andere trein, waarbij de deur er wel open ging. <laughs> Die kwam eraan. En uh, daar, heb ik dus, uh, daar kon ik dus wel uitstappen in CastleCam. Uiteindelijk was ik dus een half uurtje later dan verwacht. Want ik had dus een trein eerder gepakt. En uiteindelijk ben ik later aangekomen. Dus dat was echt heel naar. Maar ja, voor de rest, dat maakt niet uit. Ik kon gewoon direct even lopen naar Erwin's huis. Dat was wel even lopen. Maar dat maakt ook weer niet zo heel erg veel uit. Ik had een hele mooie uh, omschrijving van, uh, van, uh, van Sam gekregen. Ook nog over zijn huis: van hoe je het kon vinden. Dus uh, het was uiteindelijk helemaal goed gekomen. Ik kom naar binnen. En uh, ja, Erwin en ik ken allemaal dansen en zo. En mensen hype in de chat was hartstikke leuk. Uh, de stream was ook echt hartstikke leuk om te doen. Uh, we hebben gewoon even lekker een beetje zitten chillen. Ik kreeg een laptop voor mijn neus gedaald. Daar heb ik mijn, uh, mijn mooie toetsenbord. Oh, dit toetsenbord. En uh, mijn mooie muis. Oh, deze muis. Oh, wat ik mooi aangesloten. En uh, toen kon ik gewoon lekker gamen. Want dat was op zich wel een goed laptopje. Zeg maar, we hebben League of Legends en Minecraft gespeeld. Die games runnen lekker vloeiend op de, op zijn laptop... Dus ik had niks te klagen over het gamen daar. We kregen ook lekkere snacks en super lekker eten van Erwins moeder. En ja, ik had zeker niks te klagen. Ik had super erg naar mijn zin. Ik, moest, ik vond het alleen wel een he beetje heel erg jammer toen ik weer weg moest. Want ja, ik uh, kon niet die nacht blijven. Want Erwin moest zijn 24 uur stream ook een beetje alleen doen. Anders was het alleen maar dubbel. En er was ook niet echt een slaapplek. Ik had niks meegenomen, weet ik het wel maar wat. Ik had echt alleen maar een tas. Een schooltas met een toetsenbord, een muis en headset en muismat had ik meegenomen. That's it. Gewoon echt helemaal niks. Dus uh, ja verblijven. Het kon, maar het was niet heel erg handig. Alright. Uh, <laughs> en daarna natuurlijk gewoon met de trein weer terug. Uh, dat ging wel he helemaal goed. Da daar was ik echt trots op dat de treinduren wel opgingen. Echt. Ik had het op Twitter gezet. Iedereen moest me helemaal uitlachen en weet ik dan wat. En mensen gingen ook zo zeggen van, denken gingen de treinduren dit keer wel open. En ik dacht van, uh, ja gelukkig wel. Rekt. Alright. <laughs> maar ja, dat was dus even mijn avontuurtje bij Erwin, natuurlijk. Maar, ik, uh, hoe heet het? Erwin is niet de enige die een lange uh, livestream heeft gedaan deze weken of deze vakantie. Want, uh, hoe heet het? Ik heb ook natuurlijk nog een livestream gedaan, zoals jullie wisten. Want ik heb uh, in die dagen heb ik uh, weinig zitten uploaden. Um, dat heeft zo zijn redenen, zeg maar, laat ik het zo zeggen. En uh, dat heb ik ook al uitgelegd in een video: van ik was gewoon echt even bezig met andere dingen. Um, dus het kon helaas even niet. Uh, toen heb ik dus een week niet geüpload. En toen heb ik daarna nog een an announcing? announcing video gemaakt. Over uh, dat ik 10 uh, uur lang live ging streamen. Of ging livestreamen, dan kun je het beter zeggen. Dus uiteindelijk heb ik dat ook gedaan. Uh, Zaterdagmiddag uh, om 12 uur startte de livestream. De 10 uur livestream. En ik heb gewoon de hele dag een beetje lekker zitten gamen. Er kwamen uh, lekker veel mensen op af. Uh, we hebben echt gewoon een. Minimaal van 60 gehad, uiteindelijk. Na een half uurtje of zo. Dus dat was echt super leuk. Uh, er was wel gekloopt met de views. Volgens mij zat er wel een viewbot erbij. Maar ja, weet je. Ik kon zien wie er echt waren. En uh, ja, het gaat me niet echt om de viewcount. Het gaat mij om de chat, zeg maar. En uh, zeg maar, het gamen en de chat. Laat ik het zo zeggen. Want het is natuurlijk gewoon belangrijk van. Uh, als jij streamt. Dan is het gewoon belangrijk dat jij gewoon le lekker aan het gamen bent. Dat je mensen entertaint en dat je ondertussen gezellig met de chat kan praten. Dat, dat is het belangrijkste van een stream in mijn ogen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon lekker met de chat kunnen praten. Super chill, super leuk. En uh, ik, ik heb heel erg genoten ervan. En uh, ja, de 10 uur was eigenlijk vrijwel makkelijk te doen voor mij. Uh, ik was aan het einde wel gewoon echt moe. Um, ik, ik was eerst nog aan het twijfelen na 8 uur zo van. Oké, okay, ik wil nog wel even meerdere dingen doen. Dat gaan we niet in twee uur redden. Dus misschien dat ik de stream langer maak. Uh, dat heb ik letterlijk gezegd. Alleen, uh, het, het, het viel uiteindelijk toch een beetje tegen. Want op tien uur raakte hij toch wel een beetje moe. En dacht ik zoiets van: nou, oké, okay, weet je wat? Ik ga de stream toch maar eindigen. Het, het wordt me. Het, het is toch net even te zwaar, zeg maar. Voor mij. Is, daarom zou ik ook geen 24-uur-stream aan kunnen in mijn eentje. Dat red ik niet. Dat red ik sowieso niet. Dus uh, dat heb ik gelukkig dan ook niet gedaan. Want uh, ik, heb, ik heb ook heel veel respect voor mensen die altijd 24 uur stream doen. In hun eentje. Dus zeg maar, met, met meerdere mensen dan hou je elkaar wakker. Maar in je eentje lijkt me echt horror. Dus daarom uh, vind ik dat ook zo knap. Maar ja, in ieder geval, uh, <coughs> daar gaat het verhaal dus even niet over. Het verhaal, het verhaal gaat natuurlijk over. De, oh god, ik dacht dat ik iets heel raars hier zag, maar dat. Dat is niet zo. Maar ja, het verhaal gaat over natuurlijk dat, uh, dat de 10 uur livestream hartstikke leuk was. Ik heb daarna die avond nog even lekker uh, League of Legends LCS kunnen kijken. Of eigenlijk was het MSI, als ik het niet verkeerd heb. Uh, want dat is dus zeg maar een midseason invitational. Dus een midseizoen kampioenschap als het ware voor League of Legends. Uh, je moet het maar weten. <laughs> en um, ja, weet je, dat heb ik ook nog een beetje kunnen kijken. Uiteindelijk was ik echt dood op. En uh, ging ik gewoon heerlijk slapen. En uh, ja. Dat was mijn vakantie eigenlijk. En nu gewoon weer lekker school. En weet ik er allemaal wat. Maar, jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Uh, wij hebben eigenlijk even niet zo heel veel. Ik heb niet helemaal verteld wat we gingen doen. Ik, in ieder geval, we hebben stone gehaald en dirt gehaald. Uh, dat stone dat moet hier onder komen Onder het platform, want dit is natuurlijk een platform Voor de dieren, mocht je dat nog niet weten Dus ja jongens, ik hoop dat jullie deze aflevering Leuk vonden, ik vond het hartstikke leuk om weer te doen En uh, ja, bedankt voor het kijken ik Geef natuurlijk even een duimpje om haar. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer Bij een nieuwe aflevering Van Minecraft 1.8 Survival Jongens, bedankt voor het kijken, peace out